In het kader van een interculturele stage gunt leerlingen van het Sophianum deze zomer 3 weken naar Tanzania. De schooljeugd samelt daar fondsen voor in en deze werden in dat schone Afrikaanse land geïnvesteerd in het onderwijs. In het schoolgebouw in Nieswiller treft men nu al voorbereidingen. Dit is mijn eerste grote reis buiten Europa, dan tenminste. Ik ben wel eens op vakantie geweest naar Spanje en naar Griekenland en naar verschillende landen binnen Europa dan. Maar dat is mijn eerste ontwikkelingsreis wat ik ga voeren en ik ben er super blij mee dat we hier mooi mee mogen delen. Het is een geweldige reis, een geweldige groep, een geweldige organisatie. En ze stellen zich in voor een geweldig doel. Dus mensen helpen in zo'n ontwikkelingsland. Het is gewoon echt een geweldige kans wat we ons aangeboden krijgen. En iedereen die hier zit, alle 30, ik weet zeker dat ze allemaal hetzelfde denken dat het geweldig, gewoon een geweldig doel is. Die kinderen moeten daar 3 weken met elkaar omgaan. En het is toch wel heel handig als je iets van elkaar weet. Hè? Dus, en wij kunnen een beetje observeren hoe de leerlingen reageren in een groep. Dus daar kunnen we wel een klein beetje op inspelen. Ja. Dus dat is een van de redenen waarom we hier zijn. En natuurlijk voor de voorbereiding. Hè? Dank je. En ik hoop dat als we daar zijn, dat we dan ons realiseren hoe goed dat we het hier zo allemaal hebben. En dan... Ja, we vergunnen 3 weken met leerlingen op pad. En we zijn 3 weken 24 uur verantwoordelijk voor leerlingen. En het is niet een westers land waarbij de faciliteiten zijn wat voor gewend zijn. Het is toch echt wel een ontwikkelingsland. Dus je weet nooit wat op de graaf komt. En je weet toch nooit wat er gaat gebeuren met leerlingen. En wie leerlingen op bepaalde dingen reageren. Of ze krank werden of niet. Of ze kunnen ook wel eens een keer een cultuurshock krijgen. Dan moeten ze wel van tevoren wel incalculeren. En dan hebben ze ook wel die zorgen van jou. Dus wij zijn eigenlijk van het hele trainingsweekend op. Vanavond ga ik... Ja, interculturaliteitstraining geven. Problemen zijn er in principe niet, maar ik kan me wel voorstellen dat kinderen verbaasd zijn als ze leeftijdsgenoten met een zoon of een dochter van 3, 4 jaar zien rondlopen. Of dat ze toch mensen in armoede zien, mensen die minder eten dan wij, ook gebrekkiger eten, minder vitamines tot zich nemen. En dat zie je dan ook alweer aan een postuur, dat soort dingen, dat kan wel indruk maken. We hebben zelf een bedrag moeten leveren van €900. En dan moeten we ook een sponsorbedrag van €1.800 bij elkaar zien te krijgen door middel van sponsoracties en langs bedrijven gaan. We hebben wafels verkocht, oliebollen verkocht op verschillende plaatsen en we organiseren een halve vaste benefiet. Ja, de €900 die we zelf moeten betalen, die is alleen voor de reis. Maar die €1.800, dat is sponsorgeld. En dat is voor daar, bijvoorbeeld voor verf. Of voor mensen die daar gaan helpen aan die scholen te bouwen. Want er worden ook mensen uit Tanzania betaald. Die worden daarvan betaald. Ja, leuk. Ik heb er heel veel zin in. Vooral eigenlijk het feit dat we vooral kleine kinderen gaan helpen. Daar heb ik echt heel veel zin in. We gaan de kleine kinderen op de scholen helpen namelijk. Wat ik nog moet doen, weet ik nog niet heel precies, want ik ben er iets later bijgekomen. Maar ik weet wel dat ik een paar spellen heb moeten ontwikkelen, bijvoorbeeld een memory heb ik ontwikkeld. En wat we dus gaan proberen is om met die kinderen te praten, maar ze praten zeg maar niet Engels, want ze zijn nog echt heel jong. En dat is natuurlijk wel een uitdaging, want je moet zeg maar door middel van plaatjes en afbeeldingen en gebaren moet je met ze praten. Daar heb ik echt zin in. 2 broers gunt naar Tanzania. Wie leuk is dat? Heel erg leuk. Voor mij ook, ja. Ook voor hem. Superleuk met z'n tweeën. En met ook nog een fantastische groep erbij. Het werd echt, ik hoop dat het echt een hele schone reis werd. Wat stelt ze dichter bij vuur? Ja, gewoon dat er een goede landschap is. En dat we ook gewoon gezellig met die groepen met elkaar kunnen omgaan en zo. Ja. Waarom Tanzania? Ja, waarom? Omdat het een mooi land is. We hebben al een aantal landen, behoorlijk landen gehad. En die zit er nog net echt bij, als cluster tenminste, als groep zo van nu bij elkaar staan. En dit is ook een heel toegankelijk land. En vierhand eigenlijk wel, ja, dat mag ik niet zeggen, maar we hebben Zuid-Amerika gehad, we hebben Azië gehad, we hebben net echt Afrika gehad. Ja, ik ben wel eens een keer in Tanzania geweest, in 2010. Voor mij was de reden om daar nog een keer heen te gaan, omdat de mensen daar heel erg warm zijn. Dus ze zijn heel erg arm, ze hebben bijna, zeg maar, materialistisch gezien niets te bieden. Maar met hun gevoel, hun hart, merk je toch dat die mensen wat dat betreft nog misschien zelfs een stuk verder zijn dan wij. En om dat kinderen te laten proeven en te laten zien, dat vind ik een uitdaging. Ja.